De fotograaf Raoul Nijhorst helpt wielrenner Jair Tjonefa zijn droom om deel te nemen aan de Olympische Spelen van 2025 te realiseren. Van elk verkochte boek Suriname bekend, deel 2, gaat er een deel naar de wielrenner. Voor Nijhorst is de vierde positie op de laatste Olympische Spelen zo'n geweldige prestatie dat hij graag een bijdrage levert aan de volgende droom van Tjonefa. Ik heb gekozen om Jair te helpen. Ik vond dat Jair goed bezig is. Sowieso al, want daarom staat hij natuurlijk in het boek. Maar wat ik vond het zo geweldig, die prestatie. Moet je voorstellen, vierde plaats op de Olympische Spelen. Is misschien geen medaille, maar vierde plaats. Het is geweldig, want hij heeft net aan het niet gehaald. En hij gaf in een interview gaf hij aan dat hij dat het eigenlijk best wel moeilijk was zijn road naar Tokio, inderdaad. Om daar te gaan spelen, of tenminste daar al deed te nemen. Omdat hij dus te weinig financiële middelen had. En zijn ouders hebben dus veel daarin moeten bijdragen. Ze hebben eigenlijk bijna alles vergoed. En toen dacht ik, dit kan niet. Ik wil hem ook supporten. En toen heb ik ervoor gekozen om de helft van de opbrengst van het boek waar hij in staat, om volledig aan Jair te doneren. Heb je wel voldoende boeken? Want misschien hiermee kan het, ja, je kan nooit weten, heb je wel voldoende boeken om te verkopen? Ja, we hebben zeker nog een voorraadje. We hebben nog een aantal boeken. In Suriname heb ik iets minder, maar in Holland heb ik echt wel nog een mooie voorraad. Dus we kunnen echt wel Jair goed steunen. Tjonefa komt ook voor in het tweede deel van dit boek. Nijhorst heeft aan hoeveel er tot nu toe al is opgehaald. We hebben al meer dan 25 boeken verkocht, dus een boek kost €40. De helft is dus €20. Dus we hebben al meer dan €500 opgehaald voor Jair. Dus dat is een mooi bedrag. Natuurlijk mag het altijd meer, maar ik ben zeker niet ontevreden. Suriname bekend is een tweedelig boek, waarin verhalen staan van personen van Surinaamse komaf die overal ter wereld wonen.